Nou, ik ben een van de drie mensen die hier bezig is met Zandplaats Hetwiege. Om dat vast te leggen voor een jaar lang. Te kijken wat er met Hetwiege gaat gebeuren. Ze is ziek, denken wij. Ze gaat verdrinken. En wij gaan afscheid nemen van Hetwiege. En dat doen wij niet alleen, dat doen we ook met heel veel andere mensen. Dus er is ook een verandering op gang gezet. En die is naar ons idee ook niet meer te stuiten. En wij gaan eigenlijk alles wat toch mooi is aan deze polder, gaan we een jaar lang vastleggen. Wij willen kunstenaars uitnodigen, we willen auteurs vragen, beeldend kunstenaars, componisten. Nou, allemaal mensen uit de creatieve beroepen, zowel Belgen, Vlamingen als Nederlanders. En dat zij zich laten inspireren door de schoonheid van deze polder. En dat dat tot een product uiteindelijk gewoon komt. En wat zij dan uiteindelijk maken, dat we dat laten zien in een grootse kunstmanifestatie in de zomer van 2017. Zodat nog heel veel mensen ook daardoor naar deze polder zullen komen voordat die onder water wordt gezet. Ik heb gisteren nog contact gehad met Adrie Geelhoed, kunstschilder uit Zuid-Beveland. En hij had aangegeven dat hij weer terugging naar zijn polderlandschappen. En het grappige is eigenlijk dat hij vertelde dat hij een zoon is ook van een boer die ooit heeft moeten plaatsmaken met zijn boerbedrijf voor Borselen, voor de kerncentrale. En dus dat hij toen 14 was en dat heeft meegemaakt. Dus hij had zoiets van, nou, dit vind ik wel, dit spreekt me heel erg aan. Dat is de schrijver van Dit is mijn hof en die nu gewoon overal in dit land en denk ik ook in België en in Duitsland lezingen houdt over zijn boek dat in, wanneer is het? November is uitgekomen en waar steeds meer over te doen is. En Chris is een Belg, ook een boerenzoon. Het is ook wel goed om iemand die hier de situatie goed kent en ook zelfs Vlaming is of Vlaming in hart en nieren, om die te vragen of die iets met het wiezen, zoals hij dan zegt. En Guido die is al wat aan het schetsen en aan het nadenken. En broeder Dieleman, dat is echt een tekstschrijver, songwriter, zanger in het Zeeuwse lied. En nou ja, ik denk dat hij wel met een Hetwiege-lied zal komen. Misschien komen er nog wel meer songwriters dan. Dus krijgen we wat Hetwiege-liederen. Eigenlijk zoeken wij kunstenaars, zowel uit België, Vlaanderen als Nederland. Het blijft niet beperkt tot Zeeland, maar wel mensen die absoluut iets hebben met polders, die de bekoring van het polderlandschap goed kunnen pakken. Het zou bijvoorbeeld ook iemand kunnen zijn die zegt, ik heb een fantastisch idee en ik wil een soort Hetwiege-opera gaan maken, want dat zou bij wijze van spreken ook gekoppeld kunnen worden aan die kunstmanifestatie. Dus als er mensen zijn die zeggen, nou, ik ben kunstenaar, ik wil me graag inzetten voor een goede zaak, ik wil gewoon een mooi beeld gaan geven zoals ik Hetwiege beleef. Ja, ik denk dat dat heel goed is als die contact met ons gaan opnemen.